En daarmee zit dan eigenlijk deze jazz talk er bijna op. Maar we gaan nog eventjes de hort op, nog eventjes kijken. Want in het wild kom je natuurlijk een hele hoop bekende mensen tegen. Waarvan je misschien wel denkt, hey, die heb ik net nog op een podium gezien. Maar het kan ook maar zomaar zijn dat je onze oud-burgervader van de gemeente Breda tegenkomt in het wild. Van der Velde, oud-burgemeester van Breda. Hoe is dat om mensen hier lekker rond te struinen, blazend? Fantastisch. Muziek zag vaak meer dan woorden. En je merkt, mensen zijn blij, enthousiast. Een prachtig historisch decor in deze mooie binnenstad. Ik zou zeggen, Breda, gefeliciteerd met zo'n jazzfestival. En volgend jaar de 50ste keer. Laat daar een mooi feest van maken. Maar dit is ook al een cadeautje. Dit is de echte jazz, hè? Dit is het begin van de jazz, de New Orleans. Hè? De New Orleans. Dat is het hart van de jazz. Maar de jazz heeft vele stijlen met allemaal hele prachtige kenmerken en belevingen. Hey, geniet ervan en hartstikke mooi. Dankjewel. En daarmee zit deze aflevering van Jazz Talk er bijna op. En zoals onze oud-burgemeester het daar zo al vertelde, zoveel verschijningsvormen op menig podia. Sommigen die gaan meer naar de blues, anderen gaan echt meer inderdaad naar echt die oude marching band. Je kunt echt als muziekliefhebber je hart ophalen deze dagen. Het duurt nog tot en met zondag, dus dat wil zeggen, we zijn pas halverwege. Morgen is er weer een nieuwe Jazz Talk vanuit de tussentijd. Te zien via Breda en te zien via Omroep Brabant. En dat doen we dus tot en met zondag steeds een uur. Breda nu.